pas encore, serait-ce possible alors? Ik denk dat ik ongeveer hier stond, denk ik. En toen zat Ely, kreeg de bal aan de linkerkant. Dus hij maakt inderdaad die schitterende beweging. Hij zet Verlaat helemaal in de wind. En je moet toch de beelden gecontroleerd. Ik denk dat hij hier, als daar de goal was, ja daar is de goal, zie je. Ik denk dat ik hem hier raakte, hier zo. En weet je nog waar je heen liep? Na je goal. Oh ja, 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 dat heb ik nog altijd spijt van. Ogana. Ja, daar is hij. En daar is de goal. Maar toen liep ik zo hard, dat ik eigenlijk bijna tegen het hek aan liep. Ben ik maar zo gelopen. En toen langs die zijlijn daarheen. En Ely stond daar ook te juichen. Ely zo, hè. En ik ben gewoon glad voorbij gelopen, waar ik nog altijd spijt van heb. En ik ben daar ergens gestopt, denk ik, bij de midline. En toen hebben we een feestje gevierd. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, ils passent en un instant comme un fin de l'heure. Wat je tegenwoordig ziet met die Champions League bijvoorbeeld, dat je daar een podium hebt met van dat vuurwerk. Nou, wij moesten het vuurwerk zelf meenemen, geloof ik, want er was helemaal niks. En heb je een idee van het tafeltje waar die beker op stond? Ik weet dat er een tafeltje stond, ja. Maar er was keukentafel. Ja, ja, klopt. Ja, die hebben ze ergens uit de kantine gehaald hier. Ja, we mogen niet klaar. Kijk eens jongens, we hebben meegemaakt. Ja.